leraren. Klas, klas, presenteer agenda. Huiswerk voor morgen, hoofdstuk 6 tot en met 53, volledig uit het hoofd leren. Wie haalde daar adem? Zij had astma. Ha! 1000 strafregels. Leentje, leen, lotje, lopen, langs de lange, lindelaar. Weet je wat ik nog veel enger vond dan van die leraren die heel streng waren? Waar ik vroeger heel bang voor was. Maar van die leraren, misschien hebben jullie die ook, die zo'n hele dag, de hele tijd populair proberen te doen. Nou, die dus. Weet je, van die leraren die dat... Hi! Welkom bij deze les emotionele natuurkunde. Wat gaan wij deze les doen? Wij gaan door onze horizon te verbreden in een creatief groepsproces. En een stukje herkenning naar elkaar toe, zonder te claimen in een natuurkunde gebeurde commitment aan met ons individuele cerebrale beleving, om van daaruit dan collectief verder te gaan. Ja, ja. Weet je, er was bij mij op school vroeger, was er maar één leraar waar ik niet bang voor was. Dat was een invaller bij wiskunde. Maar ja, die kon dan ook helemaal geen les geven. Klas? Klas? Ga vandaag een begin maken met een kansberekening. Stel je voor, je gooit met 2 dobbelstenen. Dobbelstenen. Ah, je weet toch wel wat dobbelstenen zijn. Aha. Zit je me hier in de marken? Aha. Kijk, dobbelstenen is wat ze gebruiken bij spelletjes. Ah, jongens, toe nou. En nou even niet. Nou, even niet. Laten we afspreken. Ik sta hier mijn best te doen. Doen jullie dan ook even je best? Oké. Dan spelen mensen bij spellen. Bij mensen zeggen je niet. Of ganzenbord. Ganzenbord. Zo'n bord. Nee, geen jongens, toen nou. Maar dit is belangrijk. Ik sta hier niet voor mezelf. Ik sta hier voor jullie. En moet ik dan kwaad worden? Als het nodig is, ik word gewoon even kwaad. Maar eigenlijk word ik hier alleen maar ontzettend verdrietig.